Sjoerd Huisman, toch een dubbel. Twee Nederlandse titels, allebei op natuurreis. Dat moet goed doen. Ja, natuurreis, ik weet niet. Het komt gewoon precies goed uit. Lekker. Ik heb het laatste stuk wel zwaar. Ik heb veel gereageerd tussendoor. Dus het laatste stuk, toen dacht ik wel de laatste 5 meters dat gaat net goed met de benen. Maar anders dan schiet de kramp erin, maar echt ideaal. Ja, kijk, je hebt nu gewoon overal de ruimte en iedereen die sprint naast elkaar, ieder voor zich en vol naar de streep toe. Ja, dan kun je alle kanten op, dus dan heb je het probleem niet van opsluiten of weet ik veel wat. En het is nu gewoon plank, gas naar de streep. Dat probleem van opsluiten had je bijvoorbeeld wel op Jaap Edebuin bij het NK op kunstijs. Heb je daar nog aan teruggedacht onderweg? Nee, onderweg niet. Nee. Ja, natuurlijk, dat was balen, maar daar zit je de eerste dagen wel even mee. Maar het is nu eventjes een mooi dingetje extra. Een mooie revanche voor die verloren titel? Ja mooi om hem even goed om hem hier te pakken. Geeft een lekker gevoel. Het komt bovendien heel goed uit, want vandaag was ook het afscheid van Erik Hulsbos, eigenlijk jullie teamcaptain. Alles valt op zijn plek hier al voor jullie. Ja, een groot feest in Aalbergerhof. Nee, ja, het is wel leuk dat hij op zo'n manier kan afsluiten. Maar ik heb nog niet echt het idee dat hij ermee stopt of dat hij wegvalt of zo hoor. Maar het is wel zijn laatste ONK geweest. Hij heeft steeds gezegd, ik probeer in het marathonschaatsen te blijven. Ja. Wat liefst met het hele team. Hoe staat het ervoor? Heb je er iets van gehoord? Nee, het is nog steeds... we zijn volop bezig, maar nog steeds geen duidelijkheid. Dus we zijn nog steeds zoekende en ze kunnen mailen als ze willen. Ja, ik weet niet. We zullen wel zien. Het liefst blijven jullie met de jonge kern van de Nevitploeg bij elkaar. Geert-Jan van der Wal, Gerry Hekman en jouzelf. Dat zou het mooiste scenario zijn. Ja, kijk, je hebt nu een vaste groep waar je al door al mee rijdt. Dus dan weet je een beetje van elkaar hoe of wat. En ja, bij een nieuwe ploeg zal het allemaal anders zijn. En we hebben het nu prima voor elkaar, de sfeer is goed en dat geeft ook resultaten. Alleen ja, als het niet anders is, dan is het niet anders. En dan zullen we toch op zoek moeten aansluiten bij een andere ploeg of iets. Maar dat zien we wel, dat merken we vanzelf. Over resultaat gesproken, was dit een beetje ook jouw laatste kans op een mooie prijs dit seizoen? Want de andere natuurreiswedstrijden zijn te lang voor Sjoerd Huisman. 200 kilometer te lang? Nee, ja, in de auto ben ik er wel goed mee, maar ik weet niet. Ik ga het zaterdag proberen, kijken hoe ver we kunnen komen. En het zal misschien niet voor de overwinning zijn, maar gewoon lekker rijden, kijken hoe ver we kunnen komen.